Normaal gesproken vindt er op 14 augustus in dit park een herdenking plaats. Speciaal voor de mensen die genoemd staan op de steen. Op de steen staan 16 namen genoemd, waarvan 15 namen militairen betreffen die gesneuveld zijn in Nederlands-Indië en 1 naam een militair die gesneuveld is in Nieuw-Guinea. De mensen die normaal gesproken bij deze bijeenkomst komen, dat zijn de families en vrienden, veteranen, mensen die graag even stil willen staan bij het verleden. Deze mensen zijn wat ouder. En in verband met het coronavirus durfden wij het niet aan om een volledige herdenking in te zetten. We gaan dit jaar het anders doen. We gaan een herdenking opnemen. En dit wordt uitgezonden op Avisie op 14 augustus, maar dan om 8 uur 's avonds. De herdenking blijft belangrijk omdat er heel veel mensen toch naartoe blijven komen. Ze hebben gemiddeld per jaar zo'n 3.500 mensen die de herdenking komen bezoeken. En dan moet u denken aan veteranen, familie, vrienden en ook mensen die gewoon stil willen blijven staan bij die oorlog uit die tijd. Ja. Gebeurt er nu ook nog iets anders op die dag of is het alleen de herdenking? Nee, het is echt alleen de herdenkingsuitzending. Dat doen we speciaal, zodat op de dag zelf, als mensen toch nog een bloemetje willen brengen of een krans of even stil willen staan bij het monument, dat dat mogelijk is, maar dat er niet te veel mensen zijn. In de uitzending ga je zien dat de vlaggenceremonie gedaan wordt, zoals altijd. We doen het dodenappel. We stellen hen weer present in ons midden, zoals we dat altijd doen. En wij hebben Ans Stegeman, dat is de dochter van Henk Linneman. En Henk Linneman, zijn broer, staat hier vermeld op de steen, Marinus. Beide hebben in Nederlands-Indië gezeten. Daarnaast hebben wij nog een interview met Theo en wij laten een heleboel foto's zien vanuit die tijd. 8, ring, eregroep. Dit jaar doen we het zo. En we hopen dat natuurlijk corona volgend jaar niet opnieuw roet in het eten gooit. We houden volgend jaar gewoon weer opnieuw een herdenking, omdat wij dat enorm belangrijk vinden. Zij mogen niet vergeten worden.